Na maanden van geheimhouding mogen we uiteindelijk gaan verklappen. Wat is onze nieuwste aanwinst die we gekocht hebben op de beurs in Bologna? Sommigen van jullie hebben ons al gevraagd, mogen we nu eindelijk al weten wat de nieuwe aanwinst is? Nou, bij deze ga ik het jullie verklappen. Het heet Ultrasound Facelifting. En dit is de nieuwste techniek afkomstig uit Amerika op het gebied van huidverstrakking. Hoe werkt deze techniek precies? We geven onder echo geleide microscopisch kleine pulsen af onderhuids. Het zijn geluidspulsen die ervoor zorgen dat we de huid intens gaan verwarmen. Hierdoor vindt er een permanente verstrakking van de huid plaats. Het zorgt er daarvoor ook voor aanmaak van collageen en elastine. Het mooie hiervan is dat wij op 1,5 mm, 3 mm, maar zelfs tot 4,5 mm diepte op de huid kunnen werken. En dit is ook de laag waar een plastisch chirurg werkt bij een facelift. Sommigen van jullie denken misschien, het lijkt ook wel heel veel op radiofrequentie. Klopt, deels is het gelijkwaardig aan elkaar, het werkt allebei op verwarming. Alleen met radiofrequentie werken we met radiogolven die tot ongeveer 1,5 mm diepte in de huid doordringen. Met ultrasound facelifting kunnen we veel dieper in de huid doorwerken. Je moet zien, de huid is als een matras. We werken met radiofrequentie puur aan de bovenkant van het matras, die we mooi strak trekken. Maar die onderkant blijft slap, waardoor je dus niet de maximale lift van het gezicht krijgt. Met de ultrasound facelifting kunnen we zelfs tot in de onderkant van de huidlaag werken, om die ook mooi te verstrakken. Het mooie van deze nieuwe behandeling is dat je slechts één behandeling nodig hebt. Het resultaat is vooral meteen zichtbaar na de behandeling, maar je zult het maximale resultaat behalen na 3 tot 6 maanden na de behandeling. Het eindresultaat zou ook 1 tot 1,5 jaar aanhouden. Nieuwsgierig geworden? Kom snel bij ons ondervinden.